Toen dat Steve nog een Steefke was, van 6 jaar ongeveer, gingen hij en zijn vriend een kamp maken. Een kamp op het oefenterrein van de NATO. Nu, ze hadden zelfs in hun bagage chocolade mee, yoghurt mee. Ze gingen er alles aan doen om er een toffe namiddag van te maken. Nu, niemand wist waar ze naartoe waren. Iedereen op school in paniek. Zelfs de schooldirecteur ging mee helpen zoeken. Nu, moet je rekenen, toen dat ze hem vonden, we waren een beetje boos, hè. Dus de busbegeleider zegt zo, Steefke, zo ga je niet meer mee mogen, hè. Steefke, ah, ik mag niet meer mee. Steefke, te voet naar huis. Hij is dafrit van tot de straat zelfs overgestoken. En toen dat ze thuis kwamen, zat Steefke heel leuk te wachten op de stoep. Met zijn chocootje en met zijn yoghurtje in zijn hand.